Hallo mensen van Hoe Gaat Het? Ik ben Tom. Vandaag een nieuwe video op Hoe Gaat Het? En vandaag laat ik jullie dit effect zien. En dit effect zit in de videoclip van Lil Kleine Goud. Nou, ik kwam deze videoclip tegen van Lil Kleine en ik vond het effect wel tof. Dus leek het mij wel leuk om dat effect na te doen en ook uit te leggen aan jullie. Dus dit is het eindresultaat wat ik ervan heb gemaakt. Helaas was de Lamborghini niet beschikbaar, dus dan maar met een Mini. Ik denk dat het eindresultaat best wel dicht in de buurt komt van het originele effect. Het originele effect ziet er zo uit. Zoals je ziet, hij rijdt in een Lamborghini. Maar voor de rest gaat het er dus om de color change en de glitch effect. En dat ga ik in de tutorial van vandaag uitleggen. Ik heb er zin in, dus laten we naar stap 1 gaan. Nou, in stap 1 heb ik hier dus de footage staan. Hier zie ik al dat ik uitstap en in de Mini aanrij. Die footage moet je natuurlijk zelf filmen. Het is eigenlijk heel simpel. Maar wat we als eerste gaan doen is de black bars toevoegen. En het begint dus met een soort van wide opening dat black bars open gaan. En dat gaan we dus namaken. Dus dat doe je door naar layer new en dan solid te gaan. En die maken we dan zwart. Dan drukken we op enter. En wat we doen is deze noemen we bijvoorbeeld black bars. En als je dus deze black bars hebt gemaakt, dan dupliceer je die door command of ctrl D op Windows. En dan noem je deze mask. En wat we nu doen is alpha mat, of de track mat bedoel ik, die zetten we op alpha inverted mat. En dan zie je dit tabelletje niet, dan moet je misschien op toggle switches modes drukken. Als je dat hebt gedaan, dan kun je op S drukken en dan druk je op het kettingje om het te unlinken. En dan de tweede 100%. Die kunnen we bijvoorbeeld op 0 zetten. Nou, dat doen we in dit geval. Die zetten we dus op 0 in het begin. En een paar keyframes later, een secondetje of anderhalve zoiets, zetten we weer op 100. En dan moet je natuurlijk wel keyframen. Dus wat je doet is je drukt op het stopwatchje. Je zet een keyframe en je gaat naar het eerste frame. En daar zet je hem op 0. Dus wat er nu gebeurt is dat hij als het ware opent. Nou willen we dat de black bars blijven staan. Dus dat kunnen we ook nog veranderen. Nu staat hij op 100%. Maar we kunnen hem bijvoorbeeld ook op 75 zetten. Om black bars te creëren. Nou, nu heb je al black bars toegevoegd die je in het begin ziet. Dan gaan we door naar stap 2. Nou, in stap 2 gaan we de color change doen van de auto. En dat doen we dus wanneer dat de auto stilstaat. En gaan we dus een beetje wat verder. We zitten hier bij 9 seconden ongeveer. En hoe je dit doet is door je footage te duplicaten. En wat je hier dus kan doen is bij effects en presets change to color doen. Als je daarop dubbel klikt, dan wordt die toegevoegd. En dan kan je met de color picker bij from kan je de kleur kiezen waar die je wil gaan veranderen. Nou, in ons geval gaan we dus het oranje van de auto pakken. Dus daar klikken we op. En dan to is nu nog wit. Maar die kunnen we bijvoorbeeld naar blauw of naar geel doen. In dit geval gaan we het een beetje richting geel proberen te krijgen. En dan drukken we op oké. Nou, als je inzoomt, dan zie je dat ten eerste de bosjes ook zijn verkleurd. En ten tweede de verkleuring van de auto nog niet helemaal perfect is. Nou, eerst gaan we de auto verbeteren door de lightness en saturation in de hue. Om daar een beetje mee te spelen. Wat we eerst gaan doen is de hue wat hoger gooien. En dan zie je al dat de schaduwen langzaam verdwijnen. Je zou ook nog met de lightness kunnen spelen. En ook nog met de saturation. Maar die laat ik in dit geval staan. Want ik vind hem wel op zich een goed eindresultaat hebben. Dus wat we nu gaan doen is de bosjes nog wegkrijgen. En dat is eigenlijk best wel makkelijk. Omdat we de footage hebben gedupliceerd, kan je met de pen tool kan je een mask creëren. En omdat de auto ook stilstaat, kan je gewoon vrij simpel hier dus een mask omheen maken. Ik doe het even snel ruw, maar hier kan je natuurlijk wel wat meer tijd insteken om het wat accurater te doen. Dus dat doen we even wat snel er zo omheen. En als je dan de mask hebt gemaakt, dan kan je ook nog op F drukken. En dan kunnen we er verder bijvoorbeeld nog op 15 of 20 pixels zetten om een beetje fade te doen. Nou, in mijn geval zet ik hem op 10, niet te veel. Ik werk de mask misschien nog zelfs een beetje bij, want dit hoeft er allemaal nog niet bij te zitten. En wat ik nu kan doen is heel simpel aan de linkerkant de balk zo verslepen dat hij dus bijvoorbeeld bij 8 seconden pas inkomt. En dan zie je eigenlijk heel simpel dat hij in één keer van kleur verandert. Nou, als je dat hebt gedaan, gaan we door naar stap 3.
Nou, in de videoclip zie je ook duidelijk dat er een color glitch is op het moment dat de auto van kleur verandert en dat de beat inkomt. Dat gaan we dus nu ook doen. En dat doe je door als eerste je footage te pre-composen. Dus je hebt nu twee footage files, maar daar wil je eigenlijk één bestandje van hebben of één layer. En dat doe je door naar layer en dan pre-compose te gaan. En dan drukken we hier of drukken we bijvoorbeeld alle footage. En dan hebben we dus hier één layer. En hiermee kunnen we dus nu de color glitch doen. Nou, de methode die ik altijd gebruik is de levels methode. En wat ik dus doe is ik duplicate hem twee keer, zodat ik drie layers heb. Ik zet alle modes op add. En dan wordt het eerst heel erg fel. En dan gaan we hier aan de rechterkant naar levels. En wat we doen is op de onderste noemen we bijvoorbeeld nu blauw. De middelste noemen we groen. En de bovenste noemen we rood. En wat we nu dus gaan doen is per layer een kanaal doen. Dus nu hebben we blauw. Dus wat we gaan doen is we zetten dus rood uit door de red output white op 0 te zetten. En hier ook green uit door de green output white op 0 te zetten. En dan gaan we naar groen en daar doen we dan ook die levels op. En dan zetten we nu in plaats van rood en groen uit blauw en rood. Zodat we alleen groen overhouden. En dat doe je dus bij alle drie de layers. Nu hoeven we alleen nog rood te doen. Doe ik weer levels. Dus nu doe ik groen uit en blauw uit. En als het goed is heb je nu weer gewoon je normale layer. Wat we nu bijvoorbeeld kunnen doen is op een moment dat de kleur verandert de rode channel een position keyframe geven en bijvoorbeeld de groene channel een position keyframe geven door op P te drukken en dan op het stopwatchje. Gaan we een paar frames verder en dan kunnen we bijvoorbeeld de rode channel een beetje offset. Dus een beetje naar boven en naar links en de groene een beetje naar links en naar boven bijvoorbeeld. En dan zie je al dat er een redelijke offset inkomt. Zo split hij dus de kleuren en dan kunnen we hier bijvoorbeeld weer de keyframes aan het begin kopiëren en plakken, zodat hij weer teruggaat naar hoe die was. Dan zie je dat hij hier eventjes van kleuren split. En als je dit allemaal hebt gedaan, dan krijg je dit als eindresultaat. Ik vind de techniek vooral heel tof. En je kan dit natuurlijk ook op andere objecten toepassen. Laat anders even weten waar je dit misschien nog meer op kan toepassen. Dat soort ideetjes vind ik ook altijd leuk om te horen. Vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!